Aflevering 25 van Hensje Jubileum. Die lampenkappen uit Eindhoven, die hadden het niet makkelijk tegen ons. Die gaven echt weinig licht. Na 1-1 staken ze al kaarsen aan in het stadion daar. Chrisje van der Weerde en Ruud Brood die bleven schrijven op de bank. Dat was nog eens een echte Cito-toets voor Hully. Daar hadden ze moeite mee. Hey Kees van der Linde, hij die berg wijn in de strafschopgebied wel opgeruimd. Die was echt zat, die viel zo om. De scheids gaf Bikel nog een geel vrijkaartje als hij hem naar huis zou brengen. Dan kun je zaterdag naar NEC Sparta op de tribune gaan kijken, zei hij. Die vuile smiecht zou de beu zeggen. We missen hem nog steeds. Die mooie vent. Een mooi doelpunt van Massa Oet. Dat deed hij goed. Beurzet van Formatjov en gelijk op de slot. Die shoot heet, krijg lekkers. In de rust zei Larsson, trainer, ik kreeg heel weinig de bal. Dat klopt, zei Peter Hiballa. Zonder de bal vind ik jou veel beter. Ferdi, cardioloog, u. Is uitgescheiden met leren, het werd hem allemaal te veel en te zwaar. Zijn voetbalschool, zou er niks voor hem zien? Daar had hij de mensen wel aan. Ferdi kwam laatst van de training thuis, zette tegen pa, we gaan op vakantie met de trainer. Hoezo, zei pa? Trainer zei, als we zo doorgaan, gaan we naar de Filistijnen. Sparta Rotterdam, de trainer Alex Pastoor, had nog in de Groene Straat in de kerk gewerkt. Ik ben vaak bij een wisse biechten. Hij zei tegen mij, je komt nooit in de hemel jij. En jij niet meer in de goffelt, zei ik. Hij had een bijbaantje bij NEC als trainer. Had ik hem verraaien bij de sociale dienst. Dat hij zwart werkt op een groen veld met een rode shirt aan. Is hij overgeplaatst van door de elektrische deken van de kerk naar Alkmaar. Ja, Assad, altijd zielig. Ze hadden boter op hun hoofd, maar daar heeft Alex geen kaas van gegeten. Ja, later smeerkaas, maar toen was hij al weg. Hij koos eieren voor zijn geld. Kreeg hij een spelletje boterkaas en eieren mee van het bestuur. Nou zit hij gevangen op het kasteel in Spangen in het bisdom Rotterdam. Had hij ook nog onze beste misdienaar Michel Breuer meegenomen. Hij had ook nog een verkeerde vriend daar. Die nachtburgemeester, Jules Dieler. Die was laatst bij die Eva Jelinek. Die van die afkikkliniek. Dat escaleerde volledig uit de hand daar in de studio. Scheidsrechter van de Kerkhof is 34 jaar, is accountant en flirt ons naar de overwinning. Kennen we het samen, een pastoor en een kerkhof, als er maar geen grafstemming wordt. Voorspelling 2-0 voor ons en ik hoop dat de aftrap gedaan wordt door Prins Bad, dan winnen we de mensen weer. Unter Peter, wir brauchen ein Heimsieg. Mooi en tot volgende keer. Hallo.